Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag, dus dat wil zeggen een nieuwe vlog. Ik ga je vandaag weer meenemen overal op zit. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden vandaag. Maar ja, jullie gaan toch alles zien, dus. Maar misschien eerst iets anders aantrekken. Check. Let's go. Wij gaan een cheerleader challenge doen. Dus wij gaan checken bij iedereen hier in de cast en crew of die wel geschikt zijn om in het team van Liandra te geraken. Ik? Ja. Oké, wat moet ik doen? Twee keer voortonen, slechts twee keer, want cheerleader moet ook echt heel goed kunnen oppikken. Eén, twee. En dan doe je twee. Dan doe je in de lucht. En dan moet je springen en zelf een cheer bedenken. Zeven, acht. Proficiat, Emmy. Jij bent gekozen om auditie te doen voor ons cheerleader team. Die te doen. Ga maar. Oh, lala, die te doen. Hey! Hoi. In Like Me krijgt Caro boodschappen van haar mama toegestuurd. Maar ik dacht dat het misschien wel leuk was als de anderen ook eens een boodschap zouden krijgen. Ik heb stiekem allemaal boodschappen verzameld van hun mama's en papa's. En ik ga die nu aan hen tonen. Kom maar mee. Oké, wacht. Ik zal ons hier zitten. Oh god. Dus... Hoi, Francisco. Hallo, dat is Sally. We zijn hier om je heel veel succes te wensen. We zijn super trots. Wij zijn heel erg trots op jou. Dat je nu meespeelt in Like Me. Ah, dat is echt heel lief. Ik ga wel echt veel te van halen. Ja? De klas, Mr. Pascal Fragos. Weten jullie dat Maxim kan heel mooi zingen? Ja, we weten dat. En ik ben heel trots op hem. En ik vind die serie lijkt me een heel, heel mooie serie. En ik hou van jou, Maxim. Daar zit je echt voor gemaakt. Je hebt er talent voor. We hadden altijd wel verwacht dat je ergens er ging raken, want je hebt superveel talent. En de sfeer nu de volle 100% in genieten. Oh, mama. Ik ben heel trots op u. Ik weet dat uw familie u altijd steunt. Ik hoop dat je nooit gaat veranderen. En ik ben daar ook zeker van. Wij willen zeggen in deze filmpje dat we echt heel fier op jou zijn. Hoe bezig is dat? Oh, Kelly. Lieve. We houden van je. Pap. Ja, mam. Ik hou van jou. Doe zo voort. Veel succes in nieuwe seizoen. Hashtag like me. Dat is mooi, hè? Maxim. Ja. Oh, maar ik ben er even niet goed van. Forever in my heart. Hallo allemaal, ik ben vandaag op set en ik ben in het huis Vins, of huis Dubois. Er is een heel speciaal iemand in de make-up. Namelijk Karen Dame. Hallo Karen, alles goed? Ja. Hoe is het met jou? Hoe voel je? Goed. Jij speelt namelijk de rol Saskia. Mm-hmm. Vertel eens iets, wie is Saskia? Saskia is de wedding designer. En zij gaat dus het huwelijk van jouw twee papa's organiseren. En lijk jij op je personage? In geen 100.000 miljoen jaar. Zoals je weet of niet weet, zingen wij in de reeks een liedje van jullie. En vind je dat oké als ik dat eens laat horen? Dat ja, je... welk is het? Ja, zal je zo meteen wel zien. Wauw. Wow. Maar ik ben echt onder een indruk nu. Ja. Wij zijn heel blij dat Karen een dame het oké vindt. Nee, vandaag nemen we Je hebt een vriend op. En ik heb er wel zin in eigenlijk. We hebben de draaidag gisteren verzet naar vandaag. Omdat vandaag niet ging regenen. Ja. Leugens! Heftig. Jongens, begin plaatsen graag. Maak het stil. Met jou de toekomst tegemoet gaat. Geloof me maar, je hebt een vriend in mij. Yeah! Oh, haar vriendje heeft net gebeld, dus Ja. Ik dacht dat je ging opnemen. Het is helemaal blij. Nu voor heel Ketnet. Zeg eens dag. Wacht. Ciao. Hallo.
We zijn nu, denk ik, halverwege de draaiperiode. En ik ben moe. Af en toe zou zo een dagje vrij zo een beetje leuk zijn of zo. Ik doe het nog altijd wel heel graag.